Vandaag wil ik het met u hebben over Johann Sebastian Bach. Nou ken ik van Bach alleen maar topwerken. Daar zit eigenlijk geen slechte compositie bij. Maar met het Nederlands Symfonieorkest willen we u één heel speciaal werk toch niet onthouden. Zijn Matthäus Passion. Wat is in Nederland denkbaar een Pasen zonder een Matthäus Passion? Ik begon op 7-jarige leeftijd met viool spelen. En ongeveer 1 of 1,5 jaar later speelde ik dan mijn eerste klein vioolstukje van Bach. Dat was een melodietje uit de Bauernkantate. Heel kort. Op een of andere manier, dat raakte mij gewoon. Ik vond dat een heerlijk stukje. Ik speelde dat over en over. En ik was ineens... Ik begon dus ook over Bach te dromen in die tijd. Zo van, hij was, stond in de keuken met mij af was te doen. Of hij ging met mij naar school. En hij was toen begon dat al, dat ik dacht, het is een mens. Op elk moment in mijn leven was er een moment waar ik weer in aanraking kwam met hem. Of een stuk van hem wat heel dicht bij mij kwam. Of een plaats waar hij was, waar ik dan ineens ook was. En daardoor dat je heel dichtbij voelt. Het leuke bij Bach spelen is dat ik juist geniet van het muziek maken. Want zo vaak als je speelt, ook in het orkest, dan, tenminste bij mij, ik ben dan wel bezig met hoe moet ik het nu en een beetje dichter bij de kam of een beetje meer stok of zo. En bij Bach heb ik dat juist niet zozeer. Dan speel ik gewoon en dan loopt het vanzelf. Als jong violistje begin je natuurlijk met oefeningen, met kleine stukjes. Daar zijn misschien al een paar melodieën van Bach in verwerkt. Maar in principe moet je echt op het grote repertoire moet je wachten. Voor je alle vioolconcerten en alle sonates mag spelen. En Bach is daar natuurlijk een ontzettende mijlpaal in. En als je die eenmaal mag aanraken, dat is natuurlijk, daar zit je gigantisch naar de watertanden. En dus ja, met 15 kreeg ik dan eindelijk de toestemming van mijn leraar om de eerste partita, de derde partita, sorry, als eerste te mogen gaan spelen. Derde partita, het eerste deel preludio, is echt zo'n vrolijk vinnig deeltje, wat dan ook echt het klinkt erg jeugdig, dus voor mij was het best vanzelfsprekend om daarmee dan ook te beginnen. En het klinkt zo. Ik vind het vaak gewoon ontzettend ongrijpbare muziek. Juist doordat het zoveel kan. Het kan enerzijds wel troosten, het kan anderzijds ook ja, ontzettend jubelend werken. Of dat je niet weet waar je je vreugde kwijt moet. De beste momenten bij Bach zijn bijna waar je beide gevoelens tegelijkertijd hebt. En zo gaat dat nog een heel tijdje door. Die muziek is zo bijzonder en die grijpt je zo direct bij de keel, dus dat je daar dan gelijk wil induiken. En dan speel je het eerst vol fouten en op een heel beperkt technisch niveau. En naarmate je meer studeert en meer oefent, dan gaat dat steeds beter. Maar het werk is nooit af. Je blijft tot je dood of zolang je dat instrument kan vasthouden, blijf je eraan sleutelen en blijf je eraan veilen. Mijn
Mijn eerste echte kennismaking met Bach moet er 12 geweest zijn. En werd ik meegenomen door een vriendje naar de Johannespassion. Althans, nu weet ik dat het de Johannespassion was. Ik was helemaal er weg van. En ik dacht, nou, dat wil ik op plaat kopen. Ik ging vervolgens eens kijken in de platenwinkel of Johannes of Matthäus van Bach te koop was. Maar dat was wel heel erg duur, dus ik was nogal teleurgesteld. Tot ik in een bepaalde winkel een singeltje tegenkwam van de Matthäus-passion. Maar die kan ik kopen. Dus die heb ik ook gekocht. Ik heb hem letterlijk helemaal kapot gedraaid, dat singeltje. Later kon ik een echte plaat kopen. En ik nam er eentje die er een beetje mooi uitzag ook. Maar toen ik er ging luisteren, toen dacht ik van, maar wacht even, dit klinkt, die stukjes die ik ken van die single, dat klinkt wel heel erg anders. En wie heeft dat gespeeld? Een zekere Nicolaus Arnoncourt. Nou, dat vond ik toch wel interessanter. En die andere was een andere. Vond ik wat minder interessant. Toen dacht ik, maar waarom kan er nou zo'n verschil zijn tussen het ene en de ander? Ja, en dan wordt een bepaalde interesse gewekt. Waarom je muziek kan uitvoeren, hoe je dat kan doen en wat dat betekent. Ja, daar was bij mij een vuurtje aangewakkerd. Mooi, mooi. En dan proberen. Dus even, dus dat woed wat jullie gaan koken. Die. Wauw, wauw, wauw. Die achtste moet dan met hun zijn. Tien, wauw, wauw, pa. Die derde achtste. Dat is perfect getimed nu. 3. Oké. En. Kun je nu meer dat dus dat bloed is idee dat je dat we neerzetten in de eerste maat. Wa di da dam pam pi dam pam pam pi da en de maat 3 weer. Wa di alsof je het eigenlijk nog meer doet als die eerste maat. Dus dat kolkt er nog meer uit. Dat je toch bijna neiging krijgt om nu 112 te gaan bellen, want het wordt te bloederig. Dankjewel. En dan graag, sorry hoor, dan gaan we door. En maat 8 is nog even die derde. Tja, die dam, pia, dam, pia, dam. Geef niet nu alleen het accent, maar een beetje tijd ook. Een beetje ruimte aan de harmonie. Tja, die dam, pia, dam, pia. Alsof je echt even dat ervaart, dat D-groot ook. Even in je ribbenkast voelt. En ik pas heel klein beetje op voor de syncope in 7, 6. En ta jam, pa, ti. Dat is de doodse tam, pi, ook dat tien. De dissonant die we nog net ta, ki, met continuo kan voelen en kan horen. Het kan niet, het kan bijna niet genoeg bloederig zijn. Zullen we het nog één keertje doen? Want het is, dan is het voor het publiek denk ik ook duidelijk dat het over de rand kolkt, deze bloedfestijn. Bach lijkt een beetje op sport. Het is de gymnastiek voor de vingers en de hersenen. Het zit zo goed in elkaar en je kunt er altijd nieuwe dingen ontdekken. Het is altijd een beetje een puzzel van dingen die net wel net niet kunnen op een viool. Kijk, met een piano kun je makkelijk 4 tonen tegelijk spelen, maar op een viool kan dat niet. Dus je moet iets verzinnen om de melodietonen eruit te pikken en de harmonieën soepel in elkaar te laten verlopen. Het is een beetje een puzzel en dat is heerlijk. Mm-hmm.
Het zijn 6 sonates en partita's. Ik heb ze nog lang niet onder de knie. Daar zitten nog zoveel in waarvan ik denk, jeetje, daar kan ik nog wel een aantal uurtjes aan spenderen om dat ook nog voor elkaar te krijgen. Ik speel dat een beetje door op mijn zolderkamer. En de collega's hoeven dat niet te horen, hoor, wat ik allemaal doe. Nee, dat is niet nodig om dat aan de buitenwereld te laten horen. Je kunt je iedereen kwijt, omdat je kunt altijd je grenzen nog verleggen. Mijn moeder lag op een gegeven moment in het ziekenhuis. Ze was ook niet meer in staat om van Leeuwarden naar Enschede te komen voor concerten. Maar ze wilde mij natuurlijk graag horen. En ik dacht, ik maak op zolder even een cd'tje, gewoon een simpel microfoontje. En dat stond allemaal net, zelf cd branden. Dus hartstikke leuk. Dus bij het bezoek gaf ik het aan haar. Maar goed, later hoorde ik van mijn zus, ja, dat ze elke avond voor het slapen gaan nog even daarna luisteren. Dat ze daar wel heel gelukkig mee was. Dat het er heel veel deed. Afgelopen zomer waren we op fietsvakantie in Noorwegen. En mijn verjaardag kwam vlak daarna. En ik was in gedachten bezig met wat zou ik eigenlijk graag als cadeau willen. En dacht het mooiste wat ik me kan voorstellen was een beetje Bach te spelen. Zelfs en ook met collega's samen en met vrienden samen. En dan had ik het idee, het zou leuk zijn om misschien een cantate te doen. En toen ik weer hier was, heb ik dan al die vrienden en collega's benaderd om te vragen, zou dat een optie kunnen zijn? Alleen een beetje repeteren en dan ergens spelen. En iedereen vond dat wel leuk en deed mee. In plaats van een cadeau krijg je dan dit. Het is alsof er een trein voorbij rijdt. Als je in die trein zit, ga je mee in die beweging. En je wordt gedwongen om mee te gaan. En dat geeft zo'n fijn gevoel. Alleluia, 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 alleluia. Ik zie Bach als echte mens. Die dus ook een familie had met zoveel kinderen. En werk had, dus hij moest gewoon elke dag zijn ding doen. En dan heeft hij zulke mooie muziek geschreven, die dus, maar ze komt wel uit een mens. Op de aarde staand. Toen ik op die speciaalschule zat, dat was de tijd dat ik die koor- en orkestwerken van Bach leerde kennen. Bijvoorbeeld Weihnachtsoratorium. Maar mijn ouders hadden thuis geen plattenspeler of zo. Maar elk jaar met kerst wordt een uitvoering op televisie uitgezonden. Dus ik vroeg een kabeltje van mijn vader en een cassette recorder. En dan heb ik dat gewoon op de televisie aangesloten. En dan heb ik dat opgenomen op cassette. En dan had ik tenminste, dan miste ik 10 maten als de cassette moest om worden gedraaid. Maar de rest had ik wel op tape. Nou ja, en dan vervolgens heb ik dan gewoon de hele dag dat stuk beluisterd. En ook later weet ik, Matthäus Passion, de allerlaatste koor. Gewoon voordat ik ging slapen, 100 keer even. Nou ja, en dan kan je lekker rusten. Oké, we gaan. Hey jongens, dat is even nog die laatste. Die erbarm dich unser, al jullie laatste zin. Het gaat echt heel goed. Dit wordt heel mooi vrijdag. Cor, we moeten oppassen naar mijn idee. We kennen het stuk natuurlijk zo goed. Maar
Het is echt één klein. Die leidenschaftliche toonart. Het moet één leiden. Die iedere stap moet toch... Ja, dat... Je moet dat kruis als het ware meedenken. Het mag niet te gemakkelijk gaan, hoor. We moeten ook niet te goed zijn, zullen we zeggen. Hé, hey, kunnen jullie dat zomaar? Weet je, je laatste zin? Kan je dat zo? Echt waar? Oké. Gaan we zien. 72. Toen de mensen nog dachten dat de aarde helemaal plat was, was de muziek eigenlijk net zo. Het bestond uit allemaal verschillende stemmen, hoog of laag, alles door elkaar. Konden wel 42 stemmen door elkaar zijn. Toen werd erkend dat de aarde rond was en dat wij bij elkaar werden gehouden door de zwaartekracht, gebeurde er in die muziek iets heel bijzonders. De bas, die nam als het ware de rol over van de zwaartekracht. En daarboven speelt zich de melodie af zoals wij mensen over onze zwaartekracht lopen. En wat doet Bach nou in zijn Matthäus-passion? En dat vind ik zelf altijd zoiets ontroerends. Voor het eerst is er geen bas meer. Er is geen zwaartekracht meer. Aus Liebe, het lijken wel hemelse klanken. Het blijft iedere keer weer een van de meest ontroerende momenten uit de Matthäus-passion. Penetreert gewoon. Het is muziek die heel direct zich onder je huid komt nestelen. Het geniaal is gewoon dat het dus... Je zou je voorstellen, barokmuziek is een mooie bas continuo en daar wordt een mooie melodie over geschreven en dan wat vulstemmen en dat is het. En dit is het absoluut bewijs van de genialiteit door het feit dat het zo ontzettend beeldend is van wat er eigenlijk op dat moment gebeurt. Want het gaat over Aus Liebe für den... Aus Liebe will mein Heiland sterben. Ik kan me nog herinneren dat toen ik van het ziekenhuis thuis kwam... na de geboorte van een van mijn dochters. En dat was een hectische toestand. En je bent daar een hele avond in en je staat in een totaal andere wereld. En dan kom je weer thuis. En dan heb je echt het idee van wat is er gebeurd... En, dan heb je behoefte aan iets. En dan zet ik specifiek dat stukje uit de Matthäus wel op, inderdaad. Ik kan me niet voorstellen dat je ook als atheïst hier niet van onder indruk raakt. Zelfs al heb je misschien niets met de boodschap. Maar het is zo pakkend, zo doorborend uitgedrukt door Bach. Door die muziek, door de manier waarop hij... het register legt waarop dat de sopraan zingt. Ook de hele cadans. De Matthäus-passion van Bach maakt dat er mensen naar de kerk komen... die anders nooit in de kerk zouden komen. Ja, er is wel eens gezegd... God heeft veel aan Bach te danken... Hier, ook in de Sint-Pregelmus-basiliek in Oldenzaal... waar wij ieder jaar met het Nederlands Symfonieorkest... de Matthäus-passion uitvoeren, vind ik het een enorme gebeurtenis. Het kan niet anders als je de Matthäus-passion speelt... dat je er helemaal in opgaat. Het neemt je helemaal mee. Maar het is ook zo'n verschrikkelijk rijk stuk. Er worden alle emoties in uitgebeeld. Het slechtste in de mens kan je horen in Las im Kreuzische... Kreuzige. Of je hoort de meest ontroerende momenten in Erbarme dich. Maar het is ook zo rijk aan schilderingen, aan gevoelens, aan structuren, symboliek. De getallensymboliek die erin is. Het is niet anders als je de Matthäus-passion van Bach speelt... dat je je eigenlijk een heel klein, nietig wezentje voelt op deze planeet.
Ik denk als het over religie gaat, dat God veel aan Bach te danken heeft. Dat zijn muziek heel erg direct tot uitdrukking brengt wat voor veel mensen geloven is. Het is voor mij een zingeving die mij ook erg voedt. Voor mij is muziek in dat opzicht een bijna een religieuze ervaring. Omdat het mij constant begeleidt, omdat het mij ook kracht geeft. Het geeft mij moed, het geeft mij zin in het leven. Zin om elke dag op te staan, zin om ook verder in te duiken. Het is vaak het moment dat het begint, dat je merkt in wat voor sfeer je komt. Dus je bent natuurlijk voorbereid en je weet wat er ongeveer gaat gebeuren. En op het moment dat je op dat podium komt, je bent gestemd en dan gebeurt het. Dan hoor je die klanken en zeker bij een componist als Bach is dat heel erg overweldigend. Wat direct zo'n dramatiek in zich heeft. En die uitgesponnenheid die wordt dan doorgezet door dat hele passie. En ja, als je daar dan ook mee begint op een repetitie, dan heb je niet lang nodig om echt helemaal in vervoering te raken. Het is zo'n ontzettende punt waar heel veel dingen bij elkaar komen. Die onzichtbaar zijn. Die zowel wat cultureel als kunstzinnig als maatschappelijk relevant te zeggen hebben. Het helpt ontzettend dingen te relativeren. Dan merk je plots hoe klein bepaalde conflicten worden of bepaalde gebeurtenissen zijn. En dan kan je plots boven een heleboel van je eigen kleinheden toch komen te staan. Als je dit begint dan met Matthäus weer speelt, denk je, wow, daar zijn we weer. En dat voelt echt heel goed. Wat Bach met zijn toonsoorten en de specifieke keuzes die hij daarvan maakt, die passen bij de tekst en de plek in het geheel, die zijn zo diep en zo door de wrocht van kennis, dat me dat dan altijd wel diep raakt. Zwingt. Bijna alle noten kloppen. Ik vind Bach wel geniaal. Als je dan ook met collega's, nadat je die Matthäus gespeeld hebt, dan heeft eigenlijk iedereen een mooie partij gehad. Iedereen heeft mooie noten te spelen, terwijl je, sommigen spelen maar een paar noten of zo, maar ze zijn altijd dankbaar. Dat is erg mooi om te doen. Als je die suites aan het spelen bent, je krijgt er altijd energie en je komt er altijd beter van dan dat je er naartoe ging. Het erbarmen lied, dat heeft voor mij altijd wel iets bijzonders om te spelen. En het is niet zo heel moeilijk, maar het is heel mooi om te spelen. En muzikaal raakt het me diep en de tekst is erbarmelijk. En ja, dat zouden we misschien met z'n allen toch meer moeten doen. Ik word er gelukkig van. Maar niet in de vorm van blij of zo, maar je kunt rustig zitten en je wordt gevuld. Voor mij is het spiritueel, ja. Als mensen zich de moeite nemen om ook echt zich daarin te verdiepen, dan kan het zo ontzettend verrijkend zijn. En omdat het inderdaad zoveel hoop en moed kan geven, en ook
Ja, er wordt toch altijd gezegd, klassieke muziek verrijkt, zorgt dat kinderen slimmer worden. Ik denk, wetenschappelijk zal dat allemaal wel bewijzen, maar ik denk nog gewoon het feit dat je leert je inleven in muziek, in kunst, maar ook in je medemensen, zorgt dat je later op een veel stabielere manier in je leven staat, ook naar je medemens toe. Bach heeft dus 200 cantates geschreven. En een van mijn lievelingscantates is nummer 82, Ich habe genug. En ja, is voor mij heel bijzonder, want dat is zo'n voorbeeld voor, stel nou, je hebt in je leven een punt waar je helemaal in de knoop zit en niets loopt meer zoals het moet en je bent helemaal de weg kwijt. Nou ja, en dan kom je zo'n stuk tegen. En niet alleen word je getroost, maar zelfs aan het eind, de laatste deel is dan een heel vrolijk stukje met de tekst, ik freue mich auf meinen Tod. Ja, nou ja, en dan hoef je toch voor niets meer bang te zijn. Als je zo'n muziek hoort en zelfs vrolijk wordt bij het gedachte dat je ooit moet overlijden. En dan kom je dus weer tot rust. En dan krijg je ook weer hoop van, het gaat ook weer verder. En zelfs als het verder gaat na de dood, maar dan is dat toch juist niet het eind van de wereld, maar hemels. Nou, ik begon dus met viool spelen toen ik 7 was. En 1 of 2 jaar later speelde ik mijn eerste stuk van Johann Sebastian Bach. En ik was er hartstikke enthousiast over. En toen heeft mijn moeder mij dit boekje gekocht. Dan gaat over het leven van Johann Sebastian Bach voor kinderen, is een kinderboek verteld. Dus dat is hem. En dat heb je gelezen? Dat heb ik absoluut gelezen en vond ik superleuk, omdat het begint dus toen Bach zelf nog kind was. En nou ja, dan herken je toch zo je leeftijdsgenoot, zeg maar. En dan heb ik gewoon het hele leven gevolgd. En ik weet ook nog, aan het eind is hij natuurlijk in Leipzig. En dan is hij daar ook overleden en ligt hij daar begraven. En als klein meisje dacht ik, ooit in mijn leven zal ik de lange reis doen en inderdaad naar Leipzig gaan om bij zijn graf een bloemetje neer te leggen. Dat had ik me toen al voorgenomen en ik dacht, nou ja, dat kan maar 1 keer, want het is zo ver weg. Ja, uiteindelijk ging ik daar studeren, woonde ik daar, maar ja, dat is een ander verhaal. Maar dat was inderdaad toen al zo'n wens van mij, dat ik om dankje te zeggen, dat bloemetje neer te leggen bij zijn graf. Heb je ook gedaan? Heb ik absoluut gedaan. En doe ik regelmatig, als ik daar ben, ga ik naar de Thomaskirche, leg ik een bloemetje neer. Als ik Bach speel, gebeurt het heel vaak dat ik kippenvel krijg. Ja, dat is zo ingewikkeld uit te leggen. Het is het feit dat wat het met je doet, dat, nou ja, dat je er of rustig of heel enthousiast van wordt. En dat het met woorden zo moeilijk uit te drukken is. Dat hemelse begrijp ik zo, dat het zo dicht bij perfectie komt. Dat je als je het hoort, het gevoel krijgt van, daar klopt elke noot. En alles past samen. En aan het eind komt alles weer goed. Ik ben erachter gekomen dat voor mij Bach juist niet zozeer het hemelse is, maar het aardse. Als je naar een baslijn van Bach luistert, dan is het niet meer dan stappen. Het is gewoon alsof een mens één stap na de andere neemt en dan zo'n beetje probeert door het leven te gaan. Bach vervoert. En dat heeft natuurlijk ook met troost te maken. Ja. Maar zeker als je, ja, als ik me een beetje lamlendig voel of een beetje ellendig of ja, weet ik veel wat. En je gaat even, zeker als je even chaconne oppakt, ja, dan komt het allemaal weer goed. Dan kun je weer helemaal tegenaan na een poosje. Ja. Bach is helemaal compleet. Alles zit erin. Bij Mozart hoor je de begeleiding, de akkoorden, de harmonieën. Omheen, maar die moet je zelf bijverzinnen.
Maar bij Bach zit het er al in. Wasser hat auf meinen Leib gegossen, hat sie getan. Bij Bach komt daar natuurlijk ook die component daarbij, dat je dat die muziek van natuur al zo ontzettend veel kracht heeft, dat die hele intensiteit nog 10 keer steviger wordt en groter. Zeker bij een Matthäus-passie zit je ook nog met 2 orkesten en 2 koren, nog een kinderkoor, een grote continuogroep. En een hele hoop solisten. En dat geeft zo'n overweldigend effect. Dus als je daar dan induikt, dan zijn soms 3,5 uur voorbij en je wordt wakker. Quasi. Je wordt wakker uit een bepaald soort droom of toestand. En ik ben dan vaak ook niet direct aanspreekbaar. Dan heb ik even 1/2 uurtje of 1 uurtje nodig voordat ik weer tot de orde van de dag kan overgaan.